Binnen de dance scene hoor je toch ook wel vaak featuring artists. Ja. Stel dat ik een DJ ben en ik maak zelf een titel en ik werk daarbij met featured artists. Wat houdt dat dan precies in? Hoe meld ik dit aan? Nou ja, en wij zien een featuring artist wel als een hoofdartiest ook. Dus dat bestaat in dit geval de hoofdartiest uit twee personen. Dus bijvoorbeeld jij en ik, wij maken samen een track. Jij zingt bij mij op de track, dan zijn wij Jordi featuring Sylvia. En dan zijn we allebei hoofdartiest. En dan mag jij het aanmelden als hoofdartiest. Ik mag het dan ook zelf aanmelden als hoofdartiest. Het kan ook zijn dat je in je contract hebt afgesproken dat een featuring artist of een vocalist, dat hij niet een plek krijgt als hoofdartiest, maar als sessiemuzikant. Dus dan moet diegene zich ook zo aanmelden. Maar het is dus wel belangrijk om hier van tevoren goede afspraken over te maken, voordat je met elkaar in de studio gaat, zou ik zeggen. Want dat om verwarring te voorkomen. Dankjewel, Jordi. Ja, inderdaad, ik denk dat we daar ook meteen een van de belangrijkste tips van de dag te pakken hebben. Zorg dat je je afspraken vooraf op papier zet. Dat voorkomt een heleboel gedoe. Dus dat willen we ook zeker aan iedereen meegeven. Vooraf afspraken maken om problemen te voorkomen. Ja.